Welkom bij Wetenschap 101. Wat koelt sneller af? Een pot thee of een kopje thee? Nou, dat is duidelijk. Over 10 minuten kan ik het hier voelen. Het kopje is veel sneller afgekoeld dan de pot. Maar hoe komt dat? Het is eigenlijk heel simpel. Die pot die is misschien 2 keer zo groot als het kopje in middenlijn. Maar dat betekent dat het oppervlak van de theepot 4 keer zo groot is als het oppervlak van het theekopje. En dat de inhoud van de theepot 8 keer zo groot is als die van het kopje. Dus ten opzichte van zijn inhoud heeft die theepot een kleiner oppervlak dan dat theekopje. Dit theekopje heeft in verhouding veel meer contact met de buitenlucht en koelt daardoor sneller af. En precies om diezelfde reden koelen baby's sneller af dan volwassen mensen en moeten muizen de hele tijd rondrennen om een beetje warm te blijven, terwijl olifanten hun grote flappenoren gebruiken om hun overtollige hitte kwijt te raken. En dat is ook de reden waarom er op Mars geen vulkanisme meer is. Mars is een kleinere planeet dan de Aarde. Hij had om te beginnen dus al minder inwendige warmte. En omdat het een kleiner bolletje is, koelt hij ook nog iets sneller af. Al die inwendige warmte van Mars is verdwenen en daarom zal Curiosity op Mars geen actieve vulkanen meer ontdekken. Tot de volgende keer!